Hoi iedereen, vandaag is het maandag en ik kom net uit school en ik ga nu de vlog editen en daarna ga ik aan huiswerk. De vlog is nu geüpload, dus ik ga denk ik maar weer eens even mijn kamer opruimen. En telkens als ik zeg dat ik mijn kamer ga opruimen in vlogs, dan doe ik het nooit. Ik ga ondertussen even wat 90210 kijken van Amerikaanse Netflix en ja. Ik heb één kast opgeruimd, dat is het. Dat is meestal hoe het gaat. En ik ga nu weer kopje terug. Ik ga me klaarmaken voor bed. Welterusten. Goedemiddag iedereen. Het is vandaag dinsdag en ik ben thuis. Want ik ben heel erg... duizelig. Mijn moeder zei, ja dan blijf je maar een dagje thuis. En het is natuurlijk niet echt de bedoeling. Maar ik ben echt heel erg duizelig. Ik heb mijn haar nu even gedaan. Ik ga even wat kleding aantrekken. Zodat ik wat huiswerk kan doen. Ik weet niet of ik de enige ben. Maar zodra ik een pyjama draag en huiswerk probeer te doen, gaat het gewoon niet lukken. Dus ik doe even wat kleding aan, dan kan ik even wat huiswerk doen, voorbereidingen voor toetsen. Trouwens, jullie moeten allemaal echt eventjes naar mijn Instagram gaan, want ik heb hem een update gegeven. Mijn camera is heel erg blauw, ik weet het. Dit is nu mijn Instagram. Wit, grungy-achtig, denk ik, en outlines. Ik realiseer me nu pas dat ik vandaag eigenlijk niet heel erg veel gevlogd heb. En het spijt me daarvoor heel erg. Ik ga nu me klaarmaken voor bed. Dus wel rusten. Hey iedereen, het is donderdagavond. En ik ben gewoon wat aan het voorbereiden voor de video. Dus ja, ik ga nu even wat filmen. Nog echt heel laat en alles. Maar ja, komt goed. Hallo iedereen, vandaag is het vrijdagavond. En wij gaan mijn haar verven. Want ik heb gigantische uitgroei. En ik heb geen zin meer in rood. Het zit erin. Er zit nu conditioner in. Nu ga ik het straks onder de douche uitspoelen. En dan ga ik ook mijn haar goed wassen en zo. Zodat er geen verf meer in vast zit. Want dat gaat irriteren op mijn hoofdhuid. Goedemorgen. Nu kunnen jullie even mijn goede haarkleur zien. Tada! Ik en mijn vader gaan nu naar de open dag van de filmacademie. Daar wil ik even rondkijken. Om te kijken of het een opleiding is die ik misschien heel graag zou doen. Want ik hou heel erg van filmen. Voor en achter de camera staan natuurlijk. Dus we gaan daar nu vandaag heen. Ja, dat gaan we nu doen. We gaan nu weg, dus het wordt waarschijnlijk heel erg gezellig. Het is zondagavond nu. Gisteren was de filmacademie echt geweldig. Het was super cool, echt heel erg leuk. Ik weet zeker dat ik daar iets wil doen. Maar ja, ik heb natuurlijk nog een paar jaar ervoor. Ik ga me nu klaarmaken voor bed. Ik heb eigenlijk vandaag niet gevlogd. Ik ben bezig geweest met huiswerk en met een video. Hij is niet online hij kon net niet online. Dus ik ga hem morgen afmaken. En hopelijk is hij dan online tegelijkertijd met mijn vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden. Als jullie hem leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. En subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie volgende week weer.